Het is voor alle duidelijkheid niet een boek met de 125 belangrijkste mensen, gebouwen of wat dan ook. Het is een greep uit het ruime aanbod dat 125 jaar KBBB en voetbal in zijn bredere context toch wel te bieden heeft. We zijn eraan begonnen door eerst na te denken hoe we het niet gingen doen. En dat stond al vrij snel vast. We wilden geen traditioneel overzichtsboek maken van 125 jaar KBBB, want er zijn al boeken rondgemaakt, over 100 jaar. Er zijn ook heel veel gegevens te vinden op internet daarover. Dus we wilden iets doen met beeld, met mooie foto's. En wat leent zich daar heel goed toe is inderdaad erfgoed. Wat rest er ons nog van roerend en onroerend erfgoed in 125 jaar Belgisch voetbal? Tout le monde était fier de pouvoir participer. Donc, je ne devais presque jamais insister. Il y a des gens où les rendez-vous n'ont pas réussi, pour différentes raisons. Mais la plupart des gens étaient vraiment très enthousiastes pour participer dans ce livre. Imaginez-vous, vous êtes dans un livre avec votre photo, un livre sur 125 ans de foot en Belgique. C'est pas rien.